Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer weer even in Bergen, bij wat restantjes van de Bakema flat. Er ligt nog een pilaar om, waar nog een stuk van de bovenvloer al zit. En nog een stukje zijmuur. En de rest allemaal puin. Nog maar even een rondje eromheen. Nog een klein herkenbaar restje van de trap. Ja, en dat was die bovenvloer met die pilaar eronder. Dat is omgegaan. Ja, logisch. Dat had ook een beetje onbalans natuurlijk, toen de rest eromheen weggeslopen was. Het restje van de trap, waar ik in een video nog naar boven loop. Best wel een vreemd idee eigenlijk, dat er toen nog sprake was van boven. En dat ligt nu allemaal beneden. Allemaal puin. Daar nog een stuk pilaar. Hier op de voorgrond ook nog iets wat op een pilaar lijkt. En ze zijn niet aan het werk op het moment. Wel typisch eigenlijk, want dit puin is eigenlijk zo opgeruimd. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Lauwershof, dan is het zo gebeurd natuurlijk hier ook. Maar ja, het moet natuurlijk wel even gebeuren. Het ziet er wel heel ruim uit zo, zonder die Bakema flat. Ja, want je kijkt nou helemaal daar aan die overkant. Ja, vroeger keek je er een klein beetje onderdoor, maar nou kun je daar de hele overkant zien op de achtergrond. En hier zat hij verbonden. En hier ook. Ja, en of dit nou uiteindelijk ook nog weggaat, ik weet het niet. Ik zal er het ook gewoon mee kunnen nemen natuurlijk. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Ze moeten nou alleen nog puin ruimen. En dan blijft het voorlopig een plein, zover ik begrepen heb. Ook weer een hoop van dat draadstaal. Het begint meteen te roesten. Ja, het heeft de laatste dagen nogal geregend. En dan is het ook meteen het geval met dat spul. En nou wordt het voorlopig een groot open plein. Nou, dan hadden ze dat snackbarretje ook wel kunnen laten staan. Die had dan wel zaken kunnen doen hier. Ook hier het laatste restje van wat ooit de Bakema flat was. Ja, en er staat hier een of andere grote kolos gepland. Maar ja, dat legt bij de Raad van State. Dus het is nog maar af te wachten tot dat er komt. Ik zou zeggen, bouw het gewoon lekker niet. Want het is gewoon zonde. Je kunt er ook een mooi plein van maken. Want Bergen kan gerust wel een mooi groot plein gebruiken. Want als je die kolos gaat bouwen, nou ja, dan zit je op dit terras niet meer zo lekker in het zonnetje in ieder geval. Dus ja, dat is wel even een dingetje natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien. En dit moet nog opgeruimd worden. Nou, en dan is het van de zomer gewoon een plein. En ik denk de zomer daarop ook nog wel. Ik ga hem weer afsluiten hier. En ik ga niet meer zeggen, tot de volgende.